In het Klokgebouw in Eindhoven is zondagochtend rond 8 uur een dode man aangetroffen na afloop van dancefeest Project Hardcore. Zijn identiteit is nog niet bekend. Volgens ambulancepersoneel dat vergeefs probeerde het slachtoffer te reanimeren, overleed de man vrijwel zeker aan een overdosis drugs. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de man onwel is geworden en doet nader onderzoek. Toen de man werd ontdekt, waren de laatste bezoekers aan het vertrekken. De politie zet het gebouw af om onderzoek te kunnen doen. Project Hardcore duurde vanaf 10 uur zaterdagavond tot 7 uur zondagochtend en was toegankelijk voor bezoekers vanaf 18 jaar. In het gebouw is drugsgebruik niet toegestaan. Bezoekers worden volgens de organisatie bij de entree gecontroleerd op het bezit van verdovende middelen, onder toezicht van de politie.